Goedenavond allemaal, welkom allemaal. Mijn naam is Ul Kerijic. Ik ben lid van het communicatieteam en wij zijn binnen ons team verantwoordelijk voor de communicatie voor SkyWorld Community in Nederland. En daarbij pakken we ook een stukje België, het Vlaamstalige gedeelte. Daarnaast ben ik officieel spreker voor SkyWorld Community, zowel in de webinars als op de fysieke presentaties die wij in het land geven. En ik ben professioneel gebruiker, -beta-tester voor de applicatie AdvaHunter. Over AdvaHunter kom ik later op terug in deze presentatie. We gaan nu beginnen met het stukje basispresentatie over SkyWorld Community, waarvanuit het is ontstaan, het idee. En zoals jullie hier zien, zien jullie een stukje klein kopje met milieu. Het milieu is op dit moment een hot item. Veel innovatieve bedrijven proberen uitvindingen te doen om het klimaat een stukje terug te brengen, of de opwarming van de aarde een stukje terug te brengen. Onze aarde een beetje adempauze te kunnen geven. Maar goed, wij mensen zijn natuurlijk eigenlijk de grootste vervuilers die we op onze eigen planeet hebben. Wij doen uitvindingen. Sommige uitvindingen zijn goed, maar sommige uitvindingen, daar hebben we over tientallen jaren dan wel weer het nakijken op, omdat het goed leek, maar niet heel goed is. Je ziet eigenlijk op de foto's ook hoe ons transport er in het verleden uit heeft gezien, hoe dat enigszins nu aan het evalueren is, maar het zal natuurlijk altijd beter kunnen. Een van die personen die zich ook eigenlijk al meer dan 40 jaar bezig heeft gehouden met een stukje opwarming van de aarde en een transportsysteem te bedenken dat op een efficiëntere manier zou kunnen geïmplementeerd worden, zou kunnen toegepast kunnen worden, is Anatoly Yunitskiy. Anatoly Yunitskiy is voor de meeste mensen, zeker in het westelijk halfrond van onze aarde, de grote onbekende. Maar binnen de Russische Federatie en steeds meer in Azië wordt het een heel bekend persoon. Dit is Anatoly Yunitskiy. Anatoly Yunitskiy is medio 1978 begonnen met zijn uitvinding te visualiseren, te creëren. En dat is voormalig, heette dat Skyway. Dat heet nog steeds als productnaam Skyway. Wij noemen het tegenwoordig Yunitskiy String Technologies. Maar je ziet eigenlijk dat hij vanaf 1978 en eigenlijk daarvoor al bezig is geweest om iets te ontwerpen wat onze natuur, onze flora en fauna ten goede zou kunnen komen. En als je goed kijkt, zie je een vrachtwagen op dunne kabels rijden. En zo is eigenlijk zijn idee gestart, qua testen dan, medio 2000. Hij is daarvoor al bezig geweest met zijn idee te visualiseren en te testen. Maar dat zijn altijd vrij grote schaalmodellen geweest en niet een daadwerkelijk groot object wat hij heeft kunnen laten rijden op wat hij heeft ontworpen, de stringrail. Dit is nog wat meer informatie over Anatoly Yunitskiy. Zoals ik al aangaf, Anatoly Yunitskiy is voor heel veel mensen nog de grote onbekende. Hij is een bekend persoon, heeft samenwerkingen met de Verenigde Naties, is verschillende keren onderscheiden, heeft ook verschillende prijzen daarvoor gekregen. Eigenlijk wordt zijn staat van dienst, of de lijst met zijn staat van diensten, wordt met de week langer. Ja, eigenlijk met de dag langer, omdat hij zoveel ontwerpt, zoveel ideeën visualiseert, uitlegt. Dit is fantastisch. En wat gaat deze man, wat zou deze persoon ons straks in de nabije toekomst kunnen gaan bieden? Dit is zijn idee, hoe die dat voor zich zag in 1978. Inmiddels is dat idee natuurlijk een beetje geëvalueerd en een beetje beter geworden. Dit is, zoals wij dat noemen, Yunitskiy String Technologies. Wat je eigenlijk op de foto ziet op deze sheet is een pilaar. Die staat op de grond en aan de pilaar hangen kabels. Of tussen de pilaren zijn kabels gespannen en aan die kabels hangen modules van, in dit geval, Yunitskiy String Technologies. Dit is een 3D-animatie van hoe het eruit zou kunnen zien. Langzamerhand worden deze 3D-animaties steeds meer werkelijkheid. Zoals ik net aangaf, het wordt steeds meer werkelijkheid. Dit is een foto van het Ecotechnopark in Wit-Rusland. En op deze foto zie je eigenlijk alle modules die op dit moment zijn gecreëerd door Anatoly Yunitskiy en zijn team van engineers en mechanics, omdat die dan natuurlijk ook in elkaar hebben moeten zetten. Wat zou Yunitskiy String Technologies kunnen betekenen? Ik heb dat al een klein beetje aangegeven. Yunitskiy String Technologies kan onder andere bereiken en betekenen een efficiëntere manier van transport van vervoer en goederen, herstel van flora en fauna,
een beter leefklimaat voor mens en natuur. En dat is eigenlijk een kleine greep uit de lijst van wat er nu gaat komen en wat hij ons laat zien. In het verleden heeft men ook al gedacht om een transportsysteem op het tweede niveau te creëren, te ontwerpen, te bouwen. Het tweede niveau wil eigenlijk heel simpel zeggen, wij staan op de begane grond. De ruimte boven ons, dat noemen wij lucht. En in die vrije ruimte wil Anatoly Yunitskiy met zijn idee eigenlijk zijn systeem creëren. Nou, dat is natuurlijk al getracht en geprobeerd door verschillende organisaties, verschillende bedrijven. Het idee is niet nieuw, maar wat wel nieuw is, is dat de ontwikkeling die Anatoly Yunitskiy heeft gedaan, dat die tot op heden door niemand heeft kunnen doen en door niemand is te evenaren. Zijn systeem heeft eigenlijk als grootste de passeringen van vrachtwagens en wagens, die kunnen verminderd worden. Soms hebben mensen die van de west naar de oost van de stad moeten 3 uur nodig om daar te komen. In Nigeria is dat zelfs een aantal dagen. Dus het transportsysteem van Yunitskiy is vele malen efficiënter. De mens is natuurlijk volhardend, dat heb ik net ook al een beetje aangegeven. Wij zijn zelf een van de grootste vervuilers van onze aarde. Wij ontwerpen, wij ontwikkelen en wij vinden uit. En dat doen we met z'n allen, want iedereen doet natuurlijk soms een bepaalde uitvinding. Maar sommige uitvindingen die zijn gewoon natuurlijk in sommige situaties afhankelijk van een aantal fossiele brandstof. Omdat we nu nog in een overgangssituatie leven. En soms gaat er ook wel eens een schip die kapseis of die breekt door midden of de lekt olie uit. En op het moment dat dat gebeurt, ontstaan een nieuwe milieurampen. Jongsleden in Amerika heeft er ook zo'n ramp plaatsgevonden op een olieplatform of met een pijpleiding die lek is geraakt. En daardoor zijn er etelijke liters olie de oceaan ingestroomd en zijn op dit moment stranden en bepaalde gebieden al afgesloten voor toeristen om daar naartoe te gaan. Maar je ziet eigenlijk al dat de natuur daardoor weer een tik heeft gekregen en dat de flora en de beesten die in die natuur leven, zoals de vogels en vissen, al zijn overleden. Als vogels besmeurd raken onder de olie, is het een vervelend gezicht. Als de redding niet op tijd komt, overlijden ze. Eten ze bijvoorbeeld een vis op die olie zelf binnen heeft gekregen, zullen ze ook overlijden. Dit is een sheet met een aantal foto's. Zoals ik net al aangaf, er zijn ook al verschillende bedrijven die ook bezig zijn met een transportsysteem te ontwerpen dat gebruik maakt van het tweede niveau. Je ziet op de onderste twee foto's een type monorail. De ene is in Duitsland en de andere is in China. In China wordt getest. Is totaal niet te vergelijken met Yunitskiy String Technologies, want Yunitskiy String Technologies heeft zijn eigen systeem. Daar kom ik zo op terug. En dit zijn ook nog wat foto's van monorail systemen en kabelbaansystemen. En om de vergelijking meteen uit de wereld te helpen, heel veel mensen vergelijken Yunitskiy String Technologies met een kabelbaansysteem of een monorail systeem, is absoluut niet met elkaar te vergelijken. Een monorail of een kabelbaan, daar zal ik me nu even op focussen, wordt vaak getrokken door twee motoren, één bovenaan de berg, één onderaan de berg. Als één van die twee motoren tot stilstand komt, of tandwielen, hoe je het wil noemen, dan staat de hele kabel stil en staan ook de gondels stil die daar aan die kabel hangen. Dus dat is eigenlijk is dat een van de makkelijkste voorbeelden om te geven. Yunitskiy String Technologies. Helaas is de internet. Dus ik klik op de muis, maar ik moet helaas een paar seconden wachten op de sheets. Ook hiervoor mijn excuus. Helaas doet de techniek soms niet wat wij willen. Maar goed, Yunitskiy String Technologies is een eigen ontworpen systeem met eigen motorwielen, met eigen artificial intelligence. En dat is eigenlijk dat de modules zelf kunnen denken en zelf in staat zijn om te handelen. Dit is een doorsnede van ons aardoppervlak zoals wij dat kennen.
En je ziet eigenlijk dat het bestaat uit bergen en dalen. Wij mensen hebben altijd de neiging om, op het moment dat wij moeten gaan bouwen, dat we eerst de boel moeten egaliseren. Dat gebeurt op het tweede plaatje. En wat je ook ziet gebeuren, is dat de dieren die in een bepaald leefgebied leven, letterlijk worden bedolven onder een laag aarde. Als het eenmaal is gebeurd, dan moet er een fundering worden gelegd. En dat is een zwarte balk, of de zwarte balk, zoals jullie dat hier zien, het heeft een aantal kleuren. Als het is gedaan, dan wordt dat ook weer toebedekt met aarde en dan komt er uiteindelijk een kleine lichte balk op. Dat is in dit geval de spoorconstructie, de doorsnede hiervan. En dan zie je eigenlijk al hoeveel ruimte er nodig is om een klein stukje te bouwen. Als je kijkt naar de onderste afbeelding, dan zie je dat er pilaren in de grond staan. En als je dan kijkt naar het aardoppervlak, dan is dat nagenoeg intact gebleven met de eerste foto die ik jullie net op de voorgaande sheet heb laten zien. Deze palen worden intermediate supports genoemd. Ik houd het op pilaren, om het simpel te houden. En tussen die pilaren wordt een kabel gespannen en dat is de string. Die pilaren kunnen op verschillende afstanden van elkaar worden neergezet of worden gebouwd. En een van de grootste voordelen is, wat ik net ook al aangaf, is dat je dus ziet dat ons oppervlak gewoon eigenlijk voor 95% tot 99% intact blijft. Dat daar niet heel veel op geëgaliseerd hoeft te worden om het aan te passen zodat erop gebouwd kan worden. Als die pilaren op verschillende afstanden eenmaal staan, dan wordt er een kabel gespannen, de string. Als die string op spanning is, dan worden de uiteindes losgemaakt en die worden bevestigd aan anchor supports. En een anchor support wil zeggen een station, opstapstation of een gebouw. Maar dat wordt dan gedaan en dan kan er een module daartussen gaan rijden. Modules kunnen, of tenminste de pilaren kunnen op verschillende afstanden van elkaar worden gebouwd, zoals ik al aangaf. Net een paar keer aangaf, om een voorbeeld te geven, op het Ecotechnopark en op het testpark in de Emiraten staan ze op 200 meter van elkaar. In de Emiraten wordt op dit moment een lijn gebouwd waarop de pilaren op een spanwijdte van 288 meter van elkaar worden gebouwd en daartussen wordt een kabel gespannen. Dan zien jullie ook nog in het blauwe vak een klein stukje, een foto van een anti-derailment system, hoe dat onder de witte kappen uitziet. Dit is een van de belangrijkste systemen waarop wordt getest. Als er een module ontspoort, dan is de chaos en de ramp is niet te overzien. Evenals als een string zou breken, wat we niet willen, dan is de ramp en de chaos is ook niet te overzien. Op de andere foto aan de rechterkant zien jullie hoe dat er aan de binnenkant uitziet. Je ziet de railbedding, dan zie je opvulmateriaal, dan zie je ook zes stringkabels, stringrailkabels. En dit is eigenlijk hoe dat er van binnen uitziet. En het opvulmateriaal maakt eigenlijk dat het heel stevig wordt. De modules kunnen op een interval van 2 seconden achter elkaar rijden. En daar binnen die 2 seconden zijn ze ook in staat om met elkaar te kunnen communiceren. Treinen van de NS, om als voorbeeld even over te stappen. Daarvoor is nog steeds een machinist nodig om de boel te bedienen. Zodat de treinen kunnen rijden. Op de foto in het blauwe kader zie je een gebouw en daar zie je ook de modules of een module rijden en die rijdt het gebouw binnen. Er komen straks plannen aan, die zijn al gelanceerd, die hebben we ook al kunnen zien. Misschien jullie nog niet, maar die zijn beschikbaar. Waarbij Unitsky praat over lineaire cities. En een lineaire city wil eigenlijk zeggen een verticale stad waarin mensen kunnen wonen, werken, recreëren. En dat wat belangrijk is. De modules van Unitsky String Technologies zijn in staat om de opgewekte energie die ze onderweg hebben opgedaan, af te staan voor stedelijk gebruik, voor consumentengebruik. Daarin kun je een verdeling van 80 tot 20 maken. Heel veel mensen vragen ook aan mij, hoe staat het nu met de drone? De drone wordt op dit moment in 2018 op het Ecotechnofest in Wit-Rusland. Dit is een vergelijking tussen een kabelbrug en de stringrail van Unitsky String Technologies. Het grote voordeel van Unitsky String Technologies is dat ze eigenlijk een brug in zijn totaliteit kunnen vervangen. En ze bouwen zodat ze op iedere oever een pilaar kunnen bouwen en daartussen kunnen ze een kabel spannen. En die pilaren kunnen op verschillende hoogtes worden gebouwd. Om je een voorbeeld te geven, de flexible stringrail op het Ecotechnopark in Wit-Rusland heeft een hoogte van ongeveer 13 meter. En
hetzelfde geldt ongeveer, geldt ook voor de Flexible String Rail in de Emiraten. Ook die heeft een hoogte van ongeveer 12 tot 13 meter. Dit zijn de verschillende typen stringrails die Unitsky nu heeft, waar ook op wordt getest, zowel in Wit-Rusland als in de Emiraten. Er is een stringrail waarbij zowel boven als onderlangs gebruik van kan worden gemaakt. Dan is er een stijve stringspoorconstructie, waarbij alleen de modules te aanhangen. En dan is er nog de flexible stringrail constructie. Het grote voordeel van deze stringrail constructie is dat de modules 0% elektriciteit van buitenaf nodig hebben. Ze hoeven enkel één keer te worden opgestart. En vervolgens wekken ze hun eigen energie op zodra ze van het hoogtepunt naar het dieptepunt rijden. Dan gebruiken ze de energie die ze nodig hebben om weer naar het hogere gedeelte toe te rijden. En zo gaat de cyclus eigenlijk door. Je kunt het eigenlijk heel simpel vergelijken dat de topsnelheid van bijvoorbeeld de Unibus is 150 km per uur. Maar de motor staat constant op een soort remstand, waardoor waardoor de onder andere energie kan worden opgewekt. Een van de andere manieren waarop energie kan worden opgewekt is door middel van de staal-op-staal wrijving. Die energie die vrijkomt, die wordt opgeslagen in de accu's. En die kan ook weer worden afgegeven voor stedelijk gebruik of voor gebruik voor de module zelf. En ook hier weer de verdeling, om het simpel te houden, 80 voor consument, 20 voor eigen consumptie. Dit is wat informatie over de aerodynamica. Je ziet eigenlijk in de blauwe kaders een aantal doorsnedes van auto's en een auto in vergelijking met de Uniflash. Het grote voordeel van de Uniflash is dat hij zo is ontworpen dat zowel voor als achterlangs er geen windcirculaties ontstaan. En dat de wind eigenlijk toch weer een goed punt tot elkaar komt, tot stilstand komt. Waarbij de achterliggers of opvolgers geen hinder hebben van vuile lucht die kan ontstaan. Op het moment dat je wel eens achter een auto rijdt. Of om het simpel te houden dat een vliegtuig ook niet snel achter elkaar kunnen opstijgen. Omdat ze... Op het moment als ze dat zouden doen, dan komen ze in de vuile lucht van hun voorganger en dat veroorzaakt turbulentie. En turbulentie vraagt eigenlijk altijd meer energie dan eigenlijk nodig hoeft te zijn. Dit is nog wat informatie over de Uniflash. De Uniflash heeft onlangs een nieuwe naam gekregen. Voorheen was het de High Speed Unibus U4365. Als ik het goed zeg, ja, ik zeg het goed. En inmiddels heet hij de Uniflash. Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang om een testbaan te maken, zowel in de Emiraten als in Wit-Rusland. Het is nog even niet helder waar het eerst zal zijn, zodat hij getest kan worden. De testbaan op het Ecotechnopark in Wit-Rusland is maar 900 meter en hij heeft 25 kilometer nodig. 10 kilometer om te accelereren van 0 tot 500 km per uur. 10 kilometer is nodig om op 500 km per uur te blijven. En 5 kilometer is nodig om op een ordentelijke manier tot stilstand te komen. Op de andere foto zien jullie de Unibus U4210. Deze zal straks worden ingezet voor stedelijk gebruik. En deze kun je vergelijken met een kleine stadsbus. En deze biedt plaats aan 12 tot 14 personen. Dit is Anatoly Unitsky met een certificaat. Het proces van certificering en testen is een heel complex proces. En om het simpel te houden, heeft hij eigenlijk al zijn ideeën al uitgeschreven in een van zijn eerste boeken. En als je even kijkt, is het niet goed woord, maar als je kijkt naar de kaft van dit boek, dan zie je eigenlijk hoe hij dat voor zich ziet. Dit boek is geschreven al eigenlijk ver voordat dat wij wisten dat hij een idee had. Maar eigenlijk heeft hij alles uitgeschreven in het boek hoe wij dit nu zien. Het uitschrijven kost heel veel tijd. De zaken waar Anatoly Unitsky met zijn bedrijf Unitsky String Technologies invloed op heeft, dat zijn het ontwerpen en het bouwen. En ook het testen. Dat zijn eigenlijk de punten, daar heeft hij invloed op. Maar dan moet eigenlijk het hele geheel worden gecertificeerd. Dat is een proces waar hij geen invloed op heeft, omdat het moet gebeuren door externe bureaus. Dus paar aspecten, daar kan die tijd kan die winst in de tijd inboeken. Maar daarna wordt hij afhankelijk van een externe commissie, die gaat zich erover buigen. Naar gelang hoe druk het is, kan er een oordeel worden gevormd en kan hij een certificaat ontvangen.
zodat de boel gecertificeerd of gepatenteerd is. Het is helaas een bureaucratisch proces waar hij geen invloed op heeft. En om te laten zien hoe bureaucratisch het is, en om een ander voorbeeld te geven, is de Europese Unie niet op de hoogte van het bestaan van Unitsky String Technologies? Absoluut wel. Als je kijkt naar het grote certificaat met het ja-vinkje erin, dan zie je dat het zal iets te klein zijn, maar dan zie je dat het is afgegeven door de Europese Unie in Brussel een aantal jaren geleden. Dus ook zij zijn op de hoogte van het bestaan van Unitsky String Technologies. Unitsky String Technologies is naast Skyway, of Anatoly Unitsky moet ik zeggen, maar is naast Unitsky String Technologies bezig met ook een aantal andere projecten. Spaceway en nog een aantal andere. We gaan ons nu focussen op Unitsky String Technologies, omdat dat eigenlijk het belangrijkste is. Dit is de rolling stock van Unitsky String Technologies. Alle modules hebben een topsnelheid van 150 km per uur, maar zijn verschillend. De bovenste, dat is de Uniwind. Dat is een module voor twee personen. Kan worden ingezet bijvoorbeeld voor, als alternatief voor skipistes. Dan krijgen we de Unibike. Deze module is medio 2016 getest en gecertificeerd. Is het eerste model dat ook daadwerkelijk de certificeringsfase goed is gepasseerd. Dan krijgen we Unicar U430T1. Daaronder staat zijn grotere broer, de T3. De ene biedt plaats aan 6 personen, de andere aan 18 personen. Dan krijgen we de Unibus U4210. Deze biedt plaats aan 12 tot 14 personen. Dan krijgen we de Unibus U4220T2. Deze biedt plaats aan 48 personen. Dan krijgen we de Uniflash, of voormalig high-speed Unibus. Maximale snelheid 500 km per uur. In deze configuratie biedt die plaats aan 6 personen. Dan hebben we ook nog het vrachtvervoer. De Unicont die is op dit moment in ontwikkeling. Wordt binnen niet al te lange tijd ook daadwerkelijk tentoongesteld aan het grote publiek. Topsnelheid 80 tot 120 km per uur. Dat is even afwachten wat er mogelijk gaat zijn. En deze is zowel voor 40 als 20 voet zeecontainers beschikbaar. Dan krijgen we de Unitruck. Dat is een module, is een van de modules waarbij ze bulkgoederen kunnen transporteren op een efficiëntere manier. De Unitruck U44131 wordt op dit moment ook al getest op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Dan hebben we ook nog de Unitrans. Dat is een grote lopende band. Deze zal worden ingezet om bijvoorbeeld mijnen waar ijzererts wordt gevonden of andere moeilijk bereikbare gebieden te kunnen aansluiten op overslagsgebieden of havengebieden. Waarbij ze dus eigenlijk vrachtwagens toe voor laten rijden. Dan is er ook nog een andere module op de foto linksonder. Helaas is daar niks over bekend. Deze maakt gebruik van dezelfde modules als de Uniwind. Maar in dit geval hangen er puinzakken aan met een bepaald stof aan goederen wat erin zit. Deze foto is genomen op het Ecofest van 2019. En is eigenlijk een van de modules die er wel zijn en die ook worden getest, maar heel weinig over bekend is. Welke module er ook nog is, dat is de Unilight. Dat is een module die zal straks worden ingezet op het eerste commerciële traject naast het Ecotechnopark in Wit-Rusland om toeristen van de parkeerplaats naar een vakantiepark te transporteren. Dit is nog een vergelijking van computerrekenmodellen en ons bestaande transportsysteem zoals wij dat kennen. Inmiddels zijn deze modules of rekenmodellen niet achterhaald, zal ik niet zeggen. Maar er wordt inmiddels ook al daadwerkelijk getest met de modules van Unitsky String Technologies. En wat nu een rekenmodule, wat hier op deze sheet een rekenmodule is, is inmiddels ook al onderstreept en ook al bekrachtigd door middel van de testen die ze hebben kunnen doen met de echte bestaande modellen. Dit is het Ecotechnopark en zoals ik net aangaf, wat Anatoly Unitsky vorig jaar op zijn online Ecofest bekend heeft gemaakt, is dat er een commercieel traject zal verrijzen naast het Ecotechnopark. Het is helaas wat klein, maar ik ga het jullie enigszins proberen uit te leggen. Het is een traject van 1125 meter en die gaat van rechtsonder gaat hij naar de grote vijver die jullie op de achtergrond zien van het Ecotechnopark. Daarlangs is een heel groot vakantiepark gerealiseerd. Kun je ook daadwerkelijk op ecologische wijze, zoals Anatoly Unitsky dat voor zich ziet, recreëren. Je kunt daar vissen, je kunt daar
eigenlijk gewoon tot rust komen. De lokale bevolking maakt daar veelvuldig gebruik van, en het is eigenlijk fantastisch om dat ook zo te zien, omdat Anatolij op die manier ook daadwerkelijk kan laten zien van mijn idee, wat ik heb bedacht, werkt. Dan is een van de belangrijkste aspecten natuurlijk het testen. Wat wij niet willen is dat modules ontsporen of dat de stringrail breekt. Stel dat we straks de gang hebben gemaakt naar de beurs en we zijn daar eenmaal en er vindt een dergelijke ramp plaats, dan heeft dat wat op dat moment de koers van het bedrijf zou kunnen zijn. Dat willen we niet, dat wil Anatolij Junitsky ook niet. En daarom kiest hij ervoor om alles tot in den treuren te testen. Zodat op het moment dat hij de markt kan betreden, dat hij een product heeft wat ook daadwerkelijk klaar is, dat goed is. En waarbij hij geen zorg hoeft te hebben van, nou, ik heb 4 motorwielen in een module, maar er werken er maar 3. Dat willen we niet, dat willen wij natuurlijk ook niet. Dus alles wordt getest. Wat je op deze foto ziet, is dat modules ook in staat zijn om zelf na te denken. Als er 1 module pech onderweg heeft, is het 1 van de oplossingen die Anatolij Junitsky heeft bedacht, samen met zijn team aan de engineers. En wat ze dan doen is dat er een andere module zich aankoppelt, die detecteert het probleem en kan op deze manier ook een module naar het eerstvolgende opstapstation brengen of terugbrengen naar het eerste opstapstation. Mocht het niet werken, zijn er ook nog andere mogelijkheden beschikbaar in de module zelf, waarbij mensen via een roltouw, een liersysteem eigenlijk van de module veilig naar de grond kunnen komen. Dat is 1 van de vele mogelijkheden die Anatolij Junitsky heeft bedacht. 1 van de andere mogelijkheden die erin zit is natuurlijk cameratoezicht. Alles wordt gedetecteerd. Laten mensen hun tassen liggen, wordt dat ook gedetecteerd. Dit is ook nog een foto die is genomen in Wit-Rusland op het Ecotechnopark. En je ziet eigenlijk hoe weinig ruimte Junitsky String Technologies in beslag neemt. En hoeveel ruimte er over is voor ons mensen of de natuur om dat weer op een goede manier terug te laten komen. In de tussentijd dat we nu te maken hebben met de pandemie, hebben ze in Wit-Rusland ook niet stilgezeten. Er komt relatief heel weinig informatie naar buiten vanuit Wit-Rusland. Er wordt aan gewerkt. Ik zie bijvoorbeeld wel heel veel informatie voorbij komen achter de schermen, om maar zo te zeggen. En dan zie je ook dat er aanpassingen worden gedaan aan de stringrail. Onlangs hebben ze isolatoren aangebracht, hebben ze ook bijvoorbeeld de stroomspanning in de stringrail gescheiden. Er is een A en een B kant. Isolatoren zorgen er ook voor dat de overgang van het ene baanvak naar het andere baanvak, om het simpel te houden, dat het meer geleidelijk is en dat je geen stoekerige onderbreking hebt, zoals je die af en toe wel eens in een trein hebt, op het moment dat een trein het ene baanvak naar het andere baanvak passeert. Het geluid. Het geluid is natuurlijk een van de belangrijkste aspecten van dit hele mooie concept. Het aantal decibellen dat ze produceren is niet te vergelijken met een trein van de Nederlandse spoorwegen. De meeste modellen van Junitsky String Technologies produceren een maximaal geluid van 80 decibel. Als het op 150 kilometer voorbij komt rijden, dan is het geluid al voorbij voordat je het enigszins hebt kunnen detecteren. Dit zijn nog wat foto's van het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Helaas hebben we vorig jaar geen offline fysiek Ecofest gehad, maar hebben we een online Ecofest gehad. Maar zodra de mogelijkheden er weer zijn, zal het Ecofest ook absoluut weer terugkomen. En het is een unieke kans om eigenlijk zelf te ervaren hoe het is om te reizen met Junitsky String Technologies. Hoe het is om eigenlijk op een fysieke manier kennis te maken met het idee van Anatolij Junitsky. Dat reikt eigenlijk veel verder dan dat de meesten van ons in de gaten hebben, want het is een compleet ecologisch concept. In 2015 hebben de meeste mensen kennis gemaakt met deze foto's. Ik ook. Inmiddels zijn deze 3D-foto's, ik gebruik ze nog wel, maar ze zijn achterhaald, omdat we al langzamerhand steeds meer originele foto's en echte foto's van bestaande modellen hebben. Maar dit zijn eigenlijk 3 fotootjes die goed weergeven, of 4 foto's moet ik zeggen, die goed weergeven, wat de mogelijkheden van Junitsky String Technologies zijn. Cargo- en persoonentransportsysteem vervoer gebruik maken van 1 stringrail.
cargo transportsysteem boven water, passagiersvervoer boven land. En zo kan ik de lijst eigenlijk weer veelvuldig verder maken en uitbreiden. Oh, ik ga een foto terug. Zoals ik aangaf, Unitsky doet het natuurlijk niet alleen. Hij doet het met een team van enthousiaste engineers en mechanics. En die zijn dag en nacht voor ons bezig om alles te ontwerpen, te testen, uit te werken, te verbeteren. Die zijn daar zo druk mee bezig dat wij kunnen daar ons eigenlijk geen goede voorstelling bij maken. Dit is een van de fabrieken waarin op dit moment ook daadwerkelijk wordt gebouwd en geassembleerd. Dit is een iets oudere foto. Inmiddels is er een nieuwe hal verrezen naast deze fabriek. En deze hal is ook aangebouwd omdat de productie nu al wordt opgestart. Wij weten een hele hoop niet. En dat heeft alles mee te maken dat het natuurlijk gewoon bedrijfsgeheim is van Unitsky.com. Of Unitsky String Technologies. En achter de schermen wordt er gigantisch hard gewerkt om straks met een product de markt op te komen die klaar is. Prioriteitsstellingen in 2016 is Anatoly Unitsky met zijn team begonnen met het testen en certificeren van passagiersvervoer. Maar in de afgelopen periode is de vraag van passagiersvervoer meer naar het vrachtvervoer toe gegaan. Wil dat zeggen dat het passagiersvervoer stil ligt? Nee, absoluut niet. Bijna alle modules op passagiersvlak zijn gecertificeerd. Enkel de high-speed Unibus, of de Uniflash moet ik zeggen, is niet gecertificeerd. Ze hebben een gigantische inhaalslag gemaakt met het cargo transportsysteem. En dat wordt binnen nu en niet al te lange tijd zal het ook aan het grote publiek tentoon worden gesteld. Omdat het gigantische markt is waar zoveel vraag naar is dat Anatoly Unitsky nu eigenlijk een gat in de markt heeft weten te vinden. Maar dat het een kwestie van tijd is. Wat wij nu zien is eigenlijk best wel ver de toekomst in. En dat is voor de meeste mensen nog heel moeilijk te bevatten. Samenwerking. Unitsky String Technologies heeft eigenlijk tal van samenwerkingen. Ik heb er een aantal die ook blijven terugkomen in mijn presentaties. Dit is een van de meest bekende. Dit is een samenwerking met het Belgische bedrijf Bekaert. Zij hebben kabels geleverd aan Unitsky String Technologies. Daarnaast hebben ook een Oostenrijks bedrijf en een ander bedrijf ook producten geleverd aan Unitsky String Technologies. En bijvoorbeeld een ander bedrijf wat dat ook heeft gedaan, maar op een ander vlak, is bijvoorbeeld Dassault Systèmes. Dat is een Frans bedrijf, is bekend van de luchtvaartindustrie. En zij hebben een systeem aan Unitsky geleverd, waarbij Unitsky eigenlijk een tijdbesparing heeft weten te realiseren. En op die manier ook het idee wat hij heeft, ook beter heeft kunnen uitwerken. Dit is een sheet van Uniflash. Voormalig high-speed Unibus. Dit is gepresenteerd op de Indotrans van Berlijn in 2018. Mensen wisten niet heel goed wat ze zagen. Ook wat ik net al aangaf, dit is een module die zijn tijd eigenlijk ver vooruit is. Dit is het motorwiel van, in dit geval van de high-speed Uniflash of een andere module. Dit is eigenlijk een van de best bewaarde geheimen van Unitsky String Technologies. Het systeem wat hij heeft ontworpen is zo uniek dat eigenlijk geen andere uitvinder heeft dat kunnen evenaren. En dat is me goed ook, want daar rust eigenlijk wel rusten onder andere onze investeringen, om het met een net woord te zeggen, die hebben invloed op dit, onder andere op dit gedeelte. We hebben nog wel veel meer, maar ik zal het niet allemaal uitleggen. Dit systeem is, er zitten heel veel patenten op. Dat kan ook niet 1-2-3 worden nagebouwd. Maar dat gaat er straks wel voor zorgen dat de systemen kunnen rijden. Dan gaan we van Europa naar de Emiraten. Op dit moment is het in de Emiraten een komen en gaan van ontwikkelingen, nieuwsberichten die de wereld halen. Dit is nog een 3D-tekening van het test- en certificeringspark in Sharjah. Inmiddels is het houten ecohuis helemaal klaar en is ook de eerste lijn van 400 meter is klaar. De rest van de gebouwen zijn in aanbouw. Dit is een maquette. Zoals ik nou aangaf, lijn 4. Dat is eigenlijk de meest buitenste lijn. Die is op dit moment in aanbouw. En dat is een lijn van 2,5 kilometer. Die loopt van het
testpark of van het Unitsky String Technologies Certification en Testpark naar het hoofdkantoor van het Sharjah Research and Technology Center. Dat is een lijn van 2,5 kilometer en daarop zal straks ook daadwerkelijk worden getest. Dit zijn wat bestaande foto's, inmiddels ook wel iets gedateerd, omdat de ontwikkelingen in de Emiraten heel snel gaan, maar er worden niet heel veel foto's vrijgegeven vanuit de officiële kanalen. Dus ja, dan zullen we het even moeten doen met deze iets gedateerde foto's. Maar wat je op deze foto ziet is dat een van de pilaren voor de 2,5 kilometer lijn staat daar. Op de achtergrond zie je het ecohuis. Dan zie je een van de voor de stations in aanbouw. Het zal nou iets verder zijn. En op deze sheet zien jullie vier foto's van onder andere het ecohuis met een boompje ervoor. Een huisje voor de technische dienst. Dan een ander gebouw waarvan ik nu de functie niet weet. En ook het opstapstation ook weer in aanbouw. Dit is de 400 meter lijn. Dit is een foto van 2019 toen er ook daadwerkelijk al werd getest. Vanaf 2019 is er getest. Inmiddels wordt er ook al getest met een vrachtmodule. Een mini Unicont om het even simpel te houden. Alle informatie die nu wordt opgedaan is ten verveure ten voordele van de grote Unicont. Op het moment dat de grote Unicont wordt getest, zowel in Wit-Rusland als in de Emiraten, kan die al met een gigantische voorsprong zijn certificeringsprocedure door. Inmiddels is de Unicar voor de Unicar U44131T en de T staat voor Tropical Version. Voor de tropische Unicar, om het ook weer simpel te houden, is gecertificeerd, is klaar. Daarmee worden ook al overheidsdelegaties meegenomen. Die krijgen een ervaring hoe het is om te rijden met Unitsky String Technologies. Toekomst in Dubai. Wat heel belangrijk is om te vertellen is dat de autoriteiten van Dubai, de RTA, hebben een vraag uitgezet. Zij willen straks dat 25% van het transport wat ze in de Emiraten, wat ze in Dubai hebben, het Emiraten Dubai, dat milieuvriendelijk is. Daar hebben ze een vraag voor uitgezet. Er zijn drie bedrijven die daarop hebben ingetekend. Een van de bedrijven is Unitsky String Technologies. De andere twee bedrijven zijn Beamcar uit Engeland en Skytrain uit Amerika. Deze laatste twee bedrijven zijn nog in de testfase. Hebben eigenlijk helemaal niks. Unitsky String Technologies loopt minstens 5 tot 10 jaar voor. Maar je moet als overheid, om het zeer zuiver te houden, moet je gewoon een vraag uitzetten. Een bid heet zoiets, waar mensen op kunnen aantekenen. Unitsky String Technologies heeft de beste papieren, wordt eigenlijk ook nog steeds benoemd en aangewezen in video's van onder andere van de Sheikh van Dubai of van video's vanuit de RTA of Dubai Media Office. Dan zie je eigenlijk constant visualisaties van Unitsky String Technologies. Dit is een visualisatie van hoe het eruit zou kunnen zien. Je ziet op de achtergrond een skyline van een van de steden in de Emiraten. En dit is hoe ver Unitsky String Technologies, of waar ze nu staan. Wat ik net al aangaf, deze sheet is, tenminste de foto's zijn ook al iets gedateerd. Ze zijn al iets verder. Het houten ecohuis is af, de 400 meter lijn is af. Onderhandelingen onder andere. Met partners of onderhandelingen, onderhandelingen wel met partners en rondleidingen worden eigenlijk dagelijks gegeven. En er komen ook vrijwel regelmatig berichten over naar buiten. De grote voordelen van Unitsky String Technologies. Ik heb ze eigenlijk al door de hele presentatie genoemd. Milieuvriendelijk, CO2-neutraal. Dat zijn eigenlijk de meest belangrijkste. Het is een goedkopere versie om te transporteren. Zowel voor passagiers als voor het vrachtsysteem. Een besparing van land in vergelijking met het huidige transportsysteem dat wij kennen. Dus eigenlijk is de lijst met voordelen eindeloos. Kan ik hierin participeren? Absoluut. Ik raad je even aan om daarvoor contact op te nemen met de persoon die je voor deze webinar heeft benaderd of die je deze link heeft gestuurd. Hij of zij zal prima in staat zijn om je alle ins en outs te vertellen wat je moet weten voordat je de keuze maakt of je dit ecologische project
wel of niet wil ondersteunen. Als ik het kort samenvat, dan is dit transportsysteem milieuvriendelijk, CO2-neutraal. De lijst staat hier al op de sheet. Ik kan hem blijven opnoemen. De lijst is eigenlijk eindeloos. De afgelopen weken is Unitsky String Technologies veelvuldig in de media geweest. En eigenlijk gebeurt het nog eigenlijk iedere dag. Er komen zoveel berichten naar buiten. Wat heel belangrijk is om te weten, is dat Unitsky String Technologies heel weinig geld, eigenlijk geen geld, spendeert aan reclame maken. Alle reclame die wordt gedaan, gaat via mond op mond. En doordat CNN dat heeft opgevat, is eigenlijk zijn de aanvragen bij het testpark in de Emiraten geëxplodeerd. We zitten natuurlijk nu in stage 14. Ik zie dat de sheets niet helemaal naar mijn smaak in zijn geloot of zijn geüpload. Dus ik moet een beetje improviseren. Dus investering naar de stage, 15e stage, daar gaan we binnenkort heel veel meer over vertellen. Er zijn al een aantal projecten online gezet. Heb ik ook al een aantal keer benoemd in mijn voorgaande presentaties. Binnen nu en een aantal weken zal ik dat ook weer oppakken, omdat we nu in stage 14.2 zitten. En we langzaam het einde van het complete stage project gaan naderen. En dat er straks ook gewoon gigantische voordelen voor ons gaan aankomen, waarop we weer goede keuzes kunnen maken. Unitsky String Technologies heeft een paar weken geleden een heel belangrijk certificaat gekregen. Dat is het TÜV-certificaat, dat is afgegeven door de autoriteiten vanuit de Emiraten. Dit certificaat maakt het mogelijk dat de 400 meter lijn in dit geval compleet is gecertificeerd en veilig is. Dus zowel de string is veilig, de Unicar is veilig. Dus mensen kunnen daar zonder enige vorm van angst op een goede manier mee gaan reizen. Dit certificaat biedt straks heel veel voordelen, ook als wij op commerciële basis moeten gaan bouwen. Want dan is dit certificaat er al, dus de procedures om te testen en te certificeren zullen dan ook wel iets sneller kunnen gaan. Zoals ik net al eigenlijk ook halverwege in mijn webinar aangaf, Anatoly Unitsky heeft een compleet ecologisch concept ontworpen. Wij hebben heel veel te maken met Unitsky String Technologies. Dat is wat wij zien, wat we kennen. Maar eigenlijk is het een compleet ecologisch concept. En je ziet hier een 2-3D foto's. En in 1978 is Anatoly Unitsky als voorbeeld ook begonnen met 2D tekeningen. Dat heeft hij gewoon uit de pols geschetst. Maar dit zijn 3D tekeningen. En wat je op deze 3D foto's ziet, dat zijn lineaire cities. En op de foto aan de rechterkant zie je eigenlijk een cluster. En een cluster wil zeggen een soort grote stad. Deze steden worden straks aan elkaar verbonden door middel van de stringrail van Unitsky String Technologies. Er is serieuze interesse in deze steden vanuit Saoedi-Arabië. En op dit moment wordt zo'n stad, die jullie op de rechte foto zien, gebouwd in Peru. Dat project heet Nueva Lima. Dat is een aantal jaar is dat ook naar buiten gebracht. De investeerder heeft een Memorandum of Understanding ondertekend met Unitsky String Technologies, omdat hij dat traject, of de stringrail, ook in Peru wil hebben. Daar wordt in Peru ook veelvuldig reclame over voor gemaakt hoe efficiënt Unitsky String Technologies is en gaat worden. Ook de Emiraten hebben serieuze belangstelling voor deze steden. En een van de belangrijkste aspecten waar ook op wordt getest in de Emiraten, maar wat wij niet heel veel over zullen zien, tenzij je echt alle films van Unitsky bekijkt, zowel de korte als de lange, is de grondverbeteraar die Anatoly heeft ontwikkeld. Dat is een vruchtbare humus die hij heeft ontwikkeld. En daarmee is hij in staat om ook het type grond wat ze in de Emiraten hebben, om dat weer vruchtbaar te krijgen. Het ecohuis van binnen is bijvoorbeeld heel groen, omdat daar ook al de grondontwikkelaar al in wordt toegepast. Dus daar wordt ook al daadwerkelijk getest, zodat Anatoly Unitsky straks ook gewoon op een goede manier zijn woord kan nakomen. Een ander certificaat wat ze nu ook hebben gekregen onlangs, dat is een samenwerking met het Chinese datatechbedrijf Lenovo
Vele mensen zullen het kennen van onder andere de laptops of harde schijven of andere tech producten. Maar dat is een heel belangrijke, eigenlijk een hele mooie belangrijke samenwerking. Lenovo verzorgt daar de dataopslag en de datavergaring. Dat het op een efficiënte manier kan worden voortgezet. De expo. Op dit moment is de expo sinds vrijdag in volle gang. Ik heb de eerste niet-officiële video's al voorbij zien komen. Ook van de stand op de expo, Unitsky String Technologies, staat er wel degelijk, staat er echt. In nu en niet al te lange tijd zullen we daar ook heel veel berichten van zien. Er zullen ook toespraken ongetwijfeld komen in nu en een aantal weken van Anatoly Unitsky zelf. Impressies van nieuwszenders van het testpark in de Emiraten. Mocht je naar de expo zelf willen, hartstikke leuk, vooral doen. Er is een mogelijkheid dat je dan ook naar het testpark in Sharjah kunt, zodat je het ook met eigen ogen kunt aanschouwen dat daar wordt gebouwd en dat daar ook daadwerkelijk wordt getest. Zoals ik net in het begin van mijn presentatie aangaf, ben ik beta-tester voor de applicatie AdvaHunter. AdvaHunter is een app die je kunt gebruiken om visualisaties te maken van Unitsky String Technologies. Alles wat je op deze foto's ziet, is gedaan middels de technologie van Augmented Reality. Wat wil Augmented Reality zeggen? Om het heel simpel te houden, Augmented Reality legt een digitale laag over een bestaande laag. En dan kun je, zodat je in staat kunt zijn om de omgeving aan te passen, zonder dat je de omgeving ook daadwerkelijk aanpast. Beetje crypto, maar dat is om het meest simpel te houden. Op deze manier ben je heel snel in staat om mensen te laten zien wat het voordeel is van Unitsky String Technologies. En als je naar de foto's kijkt, zie je eigenlijk direct al wat die voordelen zijn. Maar het mooie is dat je het ook gewoon in je eigen omgeving kunt laten zien. Dus dat je niet afhankelijk bent van 3D-tekeningen die Unitsky String Technologies vrijgeeft. Maar dat je zelf je eigen content of je eigen foto kunt creëren en op die manier je eigen verhaal kunt vertellen met eigen visualisaties, waardoor je op die manier toch een meer persoonlijke touch, een persoonlijke touch of een persoonlijke verhaal kunt vertellen aan de mensen die serieuze interesse hebben. En of dat nou overheidsfunctionarissen zijn of mensen die dit conceptproject ook een warm hart willen toedragen, dat maakt niet uit dat de mogelijkheid er nu is middels deze applicatie. Werkt alleen maar in het voordeel van de vooruitgang van Unitsky String Technologies. Unitsky String Technologies is natuurlijk zelf ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze applicatie. Ik als beta-tester test de nieuwste versies van de komende updates die eraan gaan komen. En zoals de tekst al zegt, geen update, maar nieuwe versie. Dit is een nieuwe versie en als je ziet hoe krachtig augmented reality kan zijn, dan probeer dan even naar de foto aan de linkerkant te kijken. Ik kan hem helaas niet groter maken, maar als je een beetje goed kijkt, zie je dat de schaduw zichtbaar is van in dit geval een unicar die een station uitrijdt. Zo krachtig kan augmented reality zijn dat het nagenoeg echt lijkt. Dankzij deze technologie zijn ook trajecten waarvan wij nu nog niet heel veel weten, maar zijn ook bepaalde trajecten ook al daadwerkelijk tot stand gekomen. Op de andere foto zie je ook nog hoe het eruit kan zien in een ander soort omgeving. En dan zie je eigenlijk ook al direct hoe weinig ruimte het in beslag neemt. En dat het op veilige hoogte rijdt, zodat het geen hinder zal ondervinden van enige obstakels die daar kunnen zijn. Dit zijn nog wat informatiebronnen die je kunt raadplegen. De eerste is www.kw.capital. Dat is de site waar ook je back-office op te vinden is. Dan krijgen we de officiële site van www.unitsky.com. Dan krijgen we de persoonlijke site van Anatoly Unitsky. Dat is www.unitsky.engineer. En dan is ook nog de Nederlandse Facebookgroep voor België en Nederland. Daar ben ik een van de beheerders. Ik post daar dagelijks, zodra er een nieuwsbericht vrij wordt gegeven, post ik die daar ook direct in. Ik doe dat af en toe ook in de Skype-groep, die link staat hier niet in vermeld. En ik zal dat ook gaan doen in een nieuwe groep die we hebben opgezet. Dat is een Telegram-groep. Die heb ik hier ook nog niet bijgezet. De reden dat die groep is opgezet, is dat we gisteren te maken hebben gehad met een hele langdurige storing op Facebook.
Dat is heel vervelend. Stel dat er iets belangrijks is wat toch onmiddellijk gedeeld moet worden eigenlijk met ons allemaal, dan is het heel belangrijk dat je verschillende sources hebt die je kunt raadplegen. Dus de Telegram groep zal ik in mijn eerstvolgende presentatie er ook bij zetten. Die zal ik straks of een deze dagen ook gaan delen in de Facebook groep en in de Skype groepen. En dat is eigenlijk alleen maar een groot voordeel dat er gewoon verschillende nieuwskanalen zijn waarbij mensen op een beknopte versie toch heel snel het nieuws kunnen hebben. Er komt heel veel nieuws vrij, dat beseffen wij ons ook. En wij willen dat het nieuws dat vrijkomt, dat het ook op een zo'n beknopt en efficiënt mogelijke manier met jullie gedeeld kan worden, zodat jullie het ook goed kunnen begrijpen. Dit zijn de contactgegevens van Nettie Sommers en de host, in dit geval Earl Carriage, degene die nu spreekt. Mocht je vragen hebben, mocht je ergens niet uitkomen, wij zijn er voor jullie allemaal. En wij proberen eigenlijk alle vragen zo snel mogelijk te verhelpen en op te lossen. En dat lukt ons in 99,9% van de gevallen binnen niet al te lange tijd. En soms heeft een vraag iets langer nodig. Maar wij lossen deze ten alle tijden, proberen we hem op te lossen. Ik ben hiermee aan het einde gekomen van mijn presentatie. Ik wil jullie ontzettend danken voor jullie energie, tijd en aandacht. En ik hoop jullie te mogen verwelkomen op de eerste volgende week. Die zal gegeven worden door mijn collega Nettie Sommers. Nogmaals dank voor jullie aandacht en ik wens jullie...